Langs de oude ijsbaan in Sleewijk staat nog altijd het grote stalen hart wat Leon van Haaften maakte om zijn vriendin Asja ten huwelijk te vragen. Een maand geleden zei hij er dit over. Het moet eigenlijk per direct weg. Helaas, de gemeente vond het minder leuk dat ik dit in hun achtertuin heb geplaatst. Maar dat zou toch wel gaaf zijn als bouwde ik hem live hier, zeker. Een maandje geleden stonden we hier ook samen, nu nog steeds. Maar het hart, dat is nog niet verdwenen. Nee, gelukkig niet, Ruben. Wat is er allemaal gebeurd in de afgelopen maand? Enorm veel media-aandacht gekregen. Dat is fantastisch. Heel veel positief nieuws. Positieve reacties van het dorp Sleewijk. Ja, echt heel top. En mede door al die media-aandacht zijn we uitgenodigd op het gemeentehuis voor een gesprek. Wat er allemaal gebeurd is en wat de bedoeling is. Ja, en kwam dat initiatief van de gemeente zelf? Ja, inderdaad. Het kwam van de gemeente. Ik ben samen met Asja daar op gesprek geweest. Een goed gesprek gehad. Heel constructief. En met het gevolg dat het nu voorlopig mag blijven staan. Sowieso tot bekend is wat ermee gaat gebeuren. Met wie had je daar een gesprek? Met Paula Jortsma. En een goed gesprek gehad. En met de uitkomst dat hij hier mag blijven staan. En ze hebben toegezegd de leges van de vergunningsaanvraag voor hun rekening te nemen. Dus dat is heel tof van ze. En dus afwachten wat daaruit komt. Maar op een vergunning kan iedereen bezwaar maken? Ja, natuurlijk. Maar ik verwacht niet dat iemand bezwaar gaat maken tegen zoiets moois. Dat zou echt zonde zijn. Zeker een verlies voor Sleewijk. Stel nou dat het niet mag blijven staan. Wat gaat er dan mee gebeuren? Zijn er al mensen geweest die jou benaderd hebben van joh, het mag wel bij mij in de tuin of het kan daar wel staan? Ja, wel inderdaad. Wat verschillende instanties die het ook wel leuk zouden vinden. Wat past bij hun beeld. Maar ja, daar ben ik niet op ingegaan. Omdat ik toch er wel van uitga dat we het voor elkaar krijgen. Dat hij hier blijft. In Sleewijk.